Hier hebben we te maken met One in a Million van Savelschoeve. Een jonge reu van 8 maanden oud. U ziet dat er al redelijk wat spierkracht mee gemoeid is met deze reu. Hij is ook terug vierkant, wat dat moet zijn voor een bokser. Iets wat meer elegantie krijgt de reu nog, maar u ziet dat hij zeer substansvol zal zijn later. Om een 8 maand jonge reu voor te brengen is dat niet zo evident, omdat het lichaam, zoals u ziet, nog vaster moet komen. Zowel hoekingen, rug als bespiering moeten nog beter worden. Een keurmeester kijkt daar doorheen. Een keurmeester ziet, oké, dat is de hoeking die later zo wordt. Momenteel is deze zeker meer dan uitmuntend waard. Ook de achterhandshoekingen zijn dan belangrijk. De elegantie krijgt hij dan nog eens dat hij volwassener wordt. Een goed hoofdtype geeft hij al. U kan zien dat hij een mooi volle snuit geeft. Een vierkant lichaam, wat enorm belangrijk is bij de bokser.